het was geen beste week voor zelfbenoemde rechtse televisieprogramma's. Jensen stopt en Omroep Poont uit haar zorgen over haar voortbestaan. Waarom lukt het maar niet om met het rechtse geluid voet aan de grond te krijgen op televisie? Ik kan je vertellen, het was een heel gedoe om dit überhaupt op de buis te krijgen. Ik denk dat jullie dat wel een beetje kunnen begrijpen. Ik wilde namelijk echt dolgraag, ik zei tot Thierry, een talkshow doen met een niet-links geluid. Nou, ik ben natuurlijk eerst bij de publieke omroepen langs gegaan. Daar hebben ze me lang aan het lijntje gehouden. Kwam ik natuurlijk niet doorheen. Uiteindelijk bij RTL terechtgekomen. Was ook niet makkelijk, maar ze hebben toch de moed gehad om dit op de buis te brengen. En ik ben ze daar altijd dankbaar voor. Ja, absoluut. Als ik een euro zou krijgen voor de keren dat mensen mijn show een verademing hebben genoemd, dan was ik echt miljardair geweest. Moet je even kijken gewoon wat op Twitter. Het is altijd het woord verademing. Omroepbaas van Pound, Dominique Wezy, directeur van WNL Bert Huisjes, Peter R. de Vries en televisierecensent Angela de Jong. Fijn dat jullie er zijn. Bert, om met jou te beginnen, directeur en hoofdredacteur van WNL. Zeker. Het was ook jullie bedoeling, en is jullie bedoeling, om een rechtser geluid te laten horen. Zeker, maar dat gaat het ook heel goed mee. WNL doet het heel goed. We hebben een hele goed bekeken ochtendshow waar veel politici aanschuiven. Goede kijkcijfers. We zijn van 2 programma's naar 14 programma's gegaan. Maken politieke onderzoeksprogramma's, economische programma's. Maken een misdaadprogramma, zal misschien Peter leuk vinden. We maken er 2 dit jaar. Maar het rechtse geluid, dat komt via WNL flink naar voren. Ja, we worden heel goed gewaardeerd door de rechtse kijker. Dus Forum is bijvoorbeeld een van de grootste groepen die naar Goedemorgen Nederland kijkt. WNL op zondag wordt heel goed bekeken door CDA, VVD. Dus ik heb het idee dat wij heel goed in die groep zitten. Ja, dan is het zo gek, want het was de week dat het programma van Robert Jensen stopt. Bij Poont zijn er wat zorgen. De algehele zorg is geuit, afgezien van WNL dan op dat vlak. Er is misschien niet echt behoefte aan rechtse televisie. Nou, er is behoefte aan goede rechtse televisie, denk ik. Oh. En op het moment dat die niet goed is, dan houdt het natuurlijk op. Was dat het probleem? Ik denk dat het probleem van Jensen absoluut is geweest dat hij weigerde om zeg maar een journalistieke houding aan te nemen. Sterker nog, hij koketteerde ermee dat hij juist geen journalist was. En daardoor ontbeerde zijn show eigenlijk elke aantrekkingskracht. Want een talkshow, en dat was het wat hij had, bestaat in mijn optiek bij de gratie van 3 hele simpele dingen. Dat is 1 de vraag, 2 het antwoord, 3 het weerwoord. En op het moment dat je het weerwoord eigenlijk weglaat, uitsluit wat Jensen deed, want hij was meer een doorgeefluik dan dat hij een discussie aanging met zijn gasten. Wilders is bij hem geweest. Die heeft werkelijk geen enkele vraag van Robert Jensen gekregen. Laat staan, een vorm van weerwoord of waarbij het iemand een klein beetje lastig maakt. Dat maakt het voor de kijker boeiend. Niet dat die man klakkeloze propagandapraatje kan afdragen. Was dat een probleem, Dominique? Ja, ik denk dat Peter wel een punt heeft, ja. Het ontbrak te veel inderdaad aan weerwoord. Het was een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend. En ja, daarom vond ik de uitzending met Peter wel spannend. Omdat daar kreeg hij dus wel een repliek. En dat leidde ook onmiddellijk tot vuurwerk. Ja, en dat viel hij ook door de mand. Maar er waren ook wel mensen die het echt heel erg leuk vonden. Ik heb er een aantal gezien en ik vond het zeer vermakelijk. Het gesprek met Wilders heb ik om moeten lachen. En ik heb het gesprek met Nigel... Ik zie het inderdaad ook als vermakelijk. Hij noemt zichzelf ook geen journalist. Dus als hij op zo'n manier... Ja, het is een show die eigenlijk heel erg op de Amerikaanse stijl is gestoeld. Hè, van wij vinden toch samen dat. Ja. Maar dat opent wel een aantal mensen om leuke anekdotes te geven. Als het alleen maar is om te lachen en mensen het wel leuk vinden om te kijken, dan mist het dus urgentie. Kijk, ja, van de week zat bijvoorbeeld Theo Hiddema bij Pauw. Ja, dat was prima. Ik zag de aankondiging daarvan. Dat wil je weten. Ik kon niet kijken. Ik heb meteen de volgende ochtend dat teruggekeken, omdat ik dacht, ik wil weten wat daar is gebeurd. Er ook van uitgaande dat daar weer dat weerwoord ook in zou zitten. Ja, maar je legt het langs de maatlat van M of De Wereld Erdoor of Pauw of Jinek. En dit is een heel ander type programma. Maar dat pretendeerde hij wel ook een beetje toen hij begon. Ja, want het zou het alternatief worden voor de talkshows die er al waren, waar natuurlijk het linkse geluid heel erg dominant is. Ja, maar het was allemaal stijlmiddel. Het was allemaal... Dan mag je hem dan toch op afrekenen. Vorm, maar geen inhoud. Maar je kan ook maar de vraag vorm stellen. Was af en toe wel leuk. Maar Bert, als nou de behoefte er is, want die suggestie werd toch gedaan, er moet meer rechtsgeluid op de televisie. Dan heb je een programma
waarvan we eigenlijk ook moeten vaststellen, er keken ook te weinig mensen naar. Maar sommige afleveringen werden heel goed bekeken. Met andere woorden, is daar genoeg doelgroep voor? Ja, ik ben niet de verdediger van Robert Jensen. Nou, maar dat mag ook wel. We hebben hem trouwens uitgenodigd, maar hij is niet op het aanbod. Nee, maar ik vond het een dappere poging. En ik vond het. Ik had, als ik hem was, niet met één politicus een heel gesprek gedaan. Ik had er gezorgd dat daar misschien ook show en andere gasten bij zaten. Ja. Want het is een entertainment show. Even weg van dit programma. Ja, dan de algehele klacht die gehoord moet worden en die mag worden geuit, uiteraard. Er is te weinig een rechtsgeluid op tv, in televisieprogramma's als deze. Ook dat vind ik heel arbitrair. Waar het om gaat, is of iets journalistiek deugt, of het waar is. Het moet gaan om feiten, om inhoud, om onderzoek. En ja, ik vind het eigenlijk een beetje raar dat dat steeds links of rechts wordt genoemd. Ja, maar jij bent feiten zijn links, hetzelfde. Jij bent hartstikke links. Nou, ik vind Pauw gewoon een heel journalistiek programma. Ja, maar Pauw vind ik een ander voorbeeld dan bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door vind ik wel een redelijk links programma. En dat vind ik ook prima. Maar dat is ook helemaal niet erg. En waar bleek dat dan uit? Nou ja, gewoon even voor de duidelijkheid. Het is links, maar waar blijkt het? Neem de uitzending van DWDD daags voor de provinciale statenverkiezingen, waar zeg maar met z'n allen op Forum. Ik denk dat Forum geen windeier heeft gelegd. Want het was zo duidelijk welke kant het op ging. Zo sturend. En dan denk ik, er zijn een heleboel mensen in Nederland die Forum hebben gestemd. Sterker nog, het is de grootste partij geworden. En daar wordt dan wel een beetje aan voorbij gegaan. Ik neem het hier niet op voor die Forumstemmen, maar ik merk wel, en dat zag ik bijvoorbeeld daags na die verkiezingsuitslag, gingen we met z'n allen heel veel basis zitten doen aan deze tafels van, goh, hoe kan dat nou dat ze zo groot zijn geworden? Ik heb zelfs mensen horen zeggen van, hoe kunnen wij als weldenkende de Volkskrant die doet een oproep. Kent u Forumstemmers? Want wij kennen ze niet. Dat tekent in wat voor bubbel deze mensen leven. Nou ja, dat is vrij mager. Maar om dat zo ik weet niet of het nou echt links en rechts is. Ja. Want ik ben het heel erg met Peter eens dat het gewoon om goede journalistiek moet gaan. Ja. Als je het programma van Jensen rechts doet, dan word ik acuut links, heb ik geschreven. Want ik vond het echt heel slecht. Het is meer, denk ik, een gevoel wat aan de tafel overheerst van mensen die in Amsterdam wonen. In ieder geval in de Randstad. Grachtengordel. De grachtengordel. En die toch een iets andere wereldbeleving hebben dan de mensen die. Nou ja, de zogeheten bubbel. Wonen, de bubbel. Nou ja. Maar ook het feit dat het, als er dan een discussie wordt gevoerd bij De Wereld Draait Door, het voorbeeld wat jij net aan hadden, waar Prem zijn gloriemomentje had. Maar ook hier aan tafel, bijvoorbeeld vorig jaar met Rita Verdonk. Dan zitten er drie mensen die het volkomen met elkaar eens zijn in de politiek correcte opvatting. En dan zit er één iemand als een soort schaamlapje of zwart schaap, die mag dan de andere mening verkondigen. En als hij het slecht treft, krijgt hij dan die drie mensen over zich heen en ook nog de presentator. Ja, dat is natuurlijk niet het gevoel dat bij mensen thuis leeft. Ja, nee, nou, dat ben ik wel met je eens. Daar heeft Angela echt een punt. Er wordt een beetje te veel het onderscheid gemaakt tussen wat je vaak aan de tafel ziet bij de talkshows. Terwijl er een heleboel mensen, en dan zeg ik altijd maar even na Amersfoort, niet zoveel hebben met genderneutraliteit of wat voor kleur Zwarte Piet moet hebben. Of al die dingen die hier heel erg interessant bevonden worden. Ik zeg altijd, zeg maar hier. Het waren toch blokkeervriezen, volgens mij. Zeker, maar dan focus je even op Zwarte Piet. De maar als het gaat. Wel, maar de, kijk, is anders. Ik zeg altijd hier in Amsterdam, en ik woon er zelf. Drinken ze allemaal cappuccino met havermelk. En zeg maar in de provincie is het gewoon filterkoffie. Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar even hand in eigen boezem. Want Pound is opgericht om bijvoorbeeld in dat gat te springen. Ja. Want dat was er nog niet. Nou ja, we hebben toch gaat het niet zo goed. Nee, met de leden gaat het zeker niet goed. Nee, dat klopt. Want jullie, je hebt zelf afgelopen week die zorgen uit. Nou ja, ik werd opgebeld, iets nuanceren. Er werd ons gevraagd van, goh, heb jij al genoeg leden? Ik zei, nee, wij hebben nog niet genoeg leden. En op 31 december moet je wel in ieder geval een aantal leden hebben waarvan niemand nog weet hoeveel het er moeten zijn. De minister komt binnenkort met een brief. Laten we even uitgaan van dat het 50.000 of 75.000 worden. Dan hebben we nog wel een flinke weg te gaan, ja. Ja. En hoe komt dat dan? Want je zou ook denken, van, nou, als daar die behoefte is, als na Amersfoort er allemaal mensen wachten op het geluid dat misschien via Pound wel naar buiten kan. Misschien wel, omdat men het krampachtig nastreeft. Juist omdat men dat etiket erop wil plakken. Terwijl als je volgens mij gewoon zegt, ik wil een goed programma maken. Hè? Ik heb dan geen politiek programma gemaakt, maar een misdaadprogramma. Het ging mij er gewoon om een goed programma te maken. En wat zie je dan? Dat links en rechts er graag naar kijken. Ja. Ja, waar ligt de verantwoordelijkheid om hier een betere diversiteit te krijgen?
Nou, bij jullie? Bij de makers? Bij de makers zeker. Uitnodigingenbeleid ook van een aantal. Gewoon op balans aan tafel te hebben. Ja. Toch, maar toch dan moeten we ook aantekenen natuurlijk dat iemand als Geert Wilders, bijvoorbeeld, die is al 100.000 keer bij Pauw en Jinek en weet ik veel wat uitgenodigd, die komt niet. Ja. En dan wel klagen en janken dat de tafel te links is. Ja, nou, dat moet je dus dan ook. Nou ja, wij hebben zelf ook wel die ervaring. Laf is het. Ja. Dat klopt. Afgelopen week bijvoorbeeld hebben we Thierry Baudet regelmatig uitgenodigd, was alle aanleiding toe. Ja. En hij had ook voedselvergiftiging. Maar dat gezegd, hij wilde niet. Nee. Ja, dat is het ook. Hij zat wel regelmatig bij Jinek voor de verkiezingen. Nee, en dan komt Hidma wel bij Pauw. En dat is dan een uitstekend gesprek voor links en rechts. Ja. Ja. Maar hoe dit nou ook nog leuk om naar te kijken? Het zit er natuurlijk in dat wij een publiek besteller hebben. Bestaat door omroepen waar vroeger heel veel leden zijn gekocht. En waardoor dus nu hele grote subsidiestromen zijn ontstaan naar hele oude organisaties die eigenlijk niet meer weten waar ze vandaan komen. En bijvoorbeeld jouw eigen omroep, KRO-NCV. Ik weet niet of je er heel veel voeling mee hebt met het katholieke. Had ik ooit. Ooit de NCV-tak. Wel. Zeker. Maar daar zit nog een hele hoge subsidiestroom die naar zo'n omroep gaat. Terwijl eigenlijk zou er een herverdeling moeten plaatsvinden. Dat uiteindelijk die NPO een beetje meer op de maatschappij komt te staan. Ja. Nou ja, en de NPO probeert dat meten. Ook volop. Want ik bedoel, wij krijgen volop kansen. Ik bedoel, wij mogen echt heel veel maken. Alleen, wij zijn nu nog eigenlijk te klein om, zeg maar zeggen, grote programma's als dit te gaan maken. Ja. En dat is niet erg, want dan komt het over 5 jaar wel. Maar toch zou je denken, als dat gevoel zo sterk leeft bij de burger, dat er veel meer mensen naar WNL en Poont zouden toetrekken. Nou ja, over de leden. Het is lastig, want je mag inderdaad wat Bert terecht zei. Vroeger werden leden gewoon gekocht. Tegenwoordig moeten ze echt lid worden voor €5,72. Men moet een hoop handelingen verrichten. Je zou kunnen zeggen, en eigenlijk roept iedereen dat, van politiek tot NPO tot de Raad van Cultuur, die hele jacht op leden is achterhaald. Mag je best weten, wij hebben €700.000 in kas zometeen om de leden te gaan binnenhalen. In tijden van bezuinigingen wordt dus van mij gevraagd, zet die 700.000 maar in om die onzinnige leden binnen te halen. Terwijl ik ook €700.000 kan besteden aan gewoon goede programma's. Maar leden zijn niet onzinnig. Nee, het is zeker niet onzinnig. Alleen het draagvlak moet je dat nu nog zo beredeneren van iemand moet lid worden. Want twee dagen geleden stond iemand van KRO-NCV gewoon nog op de Albert Kuip te flyeren, wordt lid. Dan denk ik, dat heeft niks met draagvlak te maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar online draagvlak. Als je ziet naar Poont, wij zijn de grootste ledengebonden omroep op internet. Je kan ook op andere manieren gaan meten. Ja, nou, jij hebt het over draagvlak van Poont, en dan teken ik al van leden, maar je hebt het ook over draagvlak van de hele NPO. En als CDA'ers, VVD'ers, forummensen, PVV'ers zich niet herkennen in de publieke omroep, dan heeft de publieke omroep als geheel een heel groot probleem, want dan gaat gewoon de geldkraan dicht. Ja, kijken jullie ook wel eens met een schuin oog naar Amerika? Bijvoorbeeld een zender als Fox? Ja, maar Amerika is natuurlijk een heel ander landschap. Het is een gepolariseerd landschap, heel sterk. Nou, dat zijn wij maar je kan er wel naar kijken. Klanten hebben daar omdat ook iets anders gesignatuurd. Omdat ze het op een manier doen waar misschien wel behoefte aan is. Even kijken hoe ze dat daar doen. Welcome to Hannity, buckle up. But they're actually paying migrants to get on the buses and come here. If you change your mind the day before the baby's going to be born, you can have an abortion? Yeah. Far left socialism, the likes of which would destroy this country. That part of the report, it could not be clearer. Well, what's going through your mind as you're listening to that, Rush? I was trying not to listen to that. Ja, dit is met een bepaalde toon en brutaliteit. Zou dat werken hier? Nou, ik denk dat die brutaliteit of frisheid op zich overal kan. Maar je moet er misschien niet per se een links- of rechts etiket op plakken. Nee, maar dit sluit heel veel kijkers buiten. Want dit Fox zendt uit voor zijn eigen publiek. ABC werkt voor zijn eigen publiek. Ook gewoon de eigen Nee, maar Jens is natuurlijk heel zwaar beïnvloed door de Amerikaanse tv-cultuur. Ja. En hij heeft ook hele goede programma's daar gemaakt, dat moet ik er echt bij zeggen. Maar in ons land werkt dit niet, omdat wij in de publieke omroep een aantal tegenstellingen moeten bevatten. Hè. We moeten alle stromingen terug laten komen. En als je dan een deel van die stromingen van je programma's gaat maken voor alleen maar VVD'ers of programma's alleen voor PVV'ers, dat werkt niet. Het moeten goede programma's zijn waar iedereen zich in kan vinden. En je hebt nog te maken met zendercoördinatoren. Dat is ook nog zoiets. Ja, maar dat is prima. Die zijn gewoon bezig met het bouwen van hun merk. Een merk als NPO 3 of een familiezender als NPO 1. Ja, maar dat is ook daar ga je dit soort programma's En bijvoorbeeld uit de hoek van John de Mol. Ik weet niet in hoeverre jullie zijn ingevoerd, maar dit is een behoorlijk media-imperium aan het bouwen. Heeft ook inmiddels de beschikking over
over het ANP, allemaal dat soort die dingen. Gaat het niet doen. Daar zou je van kunnen verwachten. In de rechterhoek zitten, die gaat dat niet doen, want die heeft te maken met adverteerders. En adverteerders hebben altijd als 10% van de adverteerders begint te klagen, dan moet je het niet doen. Dus dat wordt hele gematigde tv. Ja, dat kan ik je nu al zeggen. Het programma 6 Insight wijst er ook niet op dat hij zeg maar het ei van Columbus heeft gevonden op dit moment. Nee. Maar dat is dan. Het was wel de bedoeling dat het wat rechts. Maar dan nog is het de vraag waarom dat met een beetje tussen aanhalingstekens rechtse televisie niet lukt. Maar het lukt heel goed met rechtse televisie. Ja, omdat WNL er goed is. Met ons gaat. Ja, en dat het alleen maar groeit. En dat betekent ook dat we over 3 of 4 jaar gewoon andere programma's weer gaan maken. Kijk, wat wij in Nederland missen is echt een opinieprogramma. Ja. Een opinieprogramma, ook voor links, ook voor rechts. Dat is wat nu zeg maar zeggen, de critici heel erg missen. Dat ze zeggen, we horen nooit onze opinie terug. Het is altijd onderworpen. Ja, maar dat is altijd betaald voor mijn optiek progressieve een heel bril. Eenzijdig verhaal, Bert. Want ik spreek heel vaak linkse mensen die zeggen van, ik vind dat Pauw en Jinek te rechts is. Ja. Nou ja, en spreek je rechtse mensen, dan zeggen ze, het is te links. Zeggen ze van mij maar dan ook. Doe je het goed, denk ik. Net zoals dat politici ook altijd menen dat ze minder spreektijd hebben gekregen. Ja, maar het gaat om terwijl als je dat uitrekent, blijkt dat vaak helemaal niet zo te zijn. Het gaat om draagvlak voor de publieke omroep. Als de publieke omroep niet links en rechts is, dan gaat de geldkraan dicht en dan gaan we terug naar 1 zender of 2 zenders. En dan hebben we niet meer zoveel mooie programma's. Nee, nou dus zijn wij, bijvoorbeeld, algemeen belang van ons allemaal. Bijvoorbeeld, wat ik wel kwalijk vind, is dat ik jaar in jaar uit word geconfronteerd met een oudejaarsconferentie van Claudia de Breij of Mark Marie. Of dat spreekt een heleboel mensen niet aan. Mij althans absoluut niet. Ik moet niet lachen, ik vind het niet leuk, ik vind het links. Dus daar mag je wel eens iets aan de rechterzijde neerzetten. Nou, kom er mee. Daar hebben we een rechter cabaretier. Toevallig, Hans Steeuwen, heb ik vanmiddag mee gezeten. Omdat wij ook wel van plan zijn om te proberen om hem op oudejaarsavond op NPO 3 neer te zetten. Gewoon om een ander geluid neer te zetten. We kijken er dan uit. Weet je waar ik heel erg benieuwd naar ben? Laatste woord voor Angela. Sander Schimmelpenning een talkshow geven. Want dat is het rechtse geluid? Die is in ieder geval rechtser, maar ik vind hem ook een goede journalist. Nou ja, ik ben dan wel benieuwd of hij zich heeft afgezet tegen Forum, zou ik hem niet per definitie. Nee, dat geloof ik toch ook niet. Maar misschien het label van Quote. Het is een kwestie van perceptie. Maar ik ben ook niet zo'n Forum-fan en ik ben wel rechts. Maar als mensen zich niet herkennen in onze publieke omroep, dan heb je een probleem. Dus zorg maar dat mensen zich wel herkennen in onze publieke omroep. Gaan we doen. Dank jullie wel, en panel.